Bij het CWZ in Nijmegen is men gestart met een Stoptober-loket. Het loket is bedoeld voor rokers en zo wordt geprobeerd om mensen zich bewust te maken van de negatieve gevolgen van roken. Hiervoor zijn een aantal leuke activiteiten bedacht in de hoop op een nog effectievere Stoptobermaand. Stoptober is weer begonnen en dat betekent dat veel mensen hun sigaretten gaan inruilen voor gezondere gewoontes. Ziekenhuis CWZ in Nijmegen helpt deze stoppers en hebben een rookvrij loket bedacht om meer ondersteuning te bieden voor het stoppen met roken. Het is Stoptober, dat betekent dat iedereen vaak wil gaan stoppen met roken. En daarom is het rookvrij loket deze week gelanceerd. En eigenlijk willen we zowel verpleegkundigen als artsen als patiënten erop wijzen dat er een mogelijkheid is om mensen door te verwijzen naar stoppen met roken organisaties. Nou, als patiënten naar het rookvrij loket worden verwezen, dan wordt er binnen 3 dagen contact met ze opgenomen door onze coach. En dan wordt er gekeken van wat is nu de beste manier voor deze patiënt om te gaan stoppen met roken. Daarnaast zijn er een aantal leuke activiteiten bedacht om mensen zich bewust te laten worden van de gevolgen van roken. We hebben een aantal leuke activiteiten om mensen hier naartoe te trekken. Eén daarvan is dat mensen hun sigaretten in kunnen leveren voor een knijpballetje. We hebben een rad wat ze kunnen draaien. En op het moment dat ze daaraan draaien, dan kunnen ze zien welke gezondheidsvoordelen het heeft om te stoppen met roken. En als laatste hebben we ook nog een bordje gemaakt. En op dat bordje staat eigenlijk wat is jouw eigen motivatie of inspiratie om te stoppen met roken. Er zijn allerlei verschillende redenen om te stoppen met roken. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat je je bewust bent van de negatieve gevolgen van roken. Voor mijn gezondheid. Ik wil fitter worden. Heel mooi, ook mensen die zwanger willen worden. De kosten nemen steeds meer toe. Goede reden om te stoppen. Dus je merkt dat mensen heel veel diverse redenen hebben om te stoppen. Maar het belangrijkste met al is het stukje gezondheid en gezonder worden. Het is heel belangrijk om te stoppen met roken, omdat roken natuurlijk een aantal ziektes veroorzaakt. 700.000 Nederlanders worden ziek ten gevolge van roken. Maar niet alleen het ziek worden is belangrijk, maar ook als je ziek bent of bijvoorbeeld een operatie krijgt, dan als je dan rookt, herstel je gewoon minder goed van bijvoorbeeld een operatie. Heb je meer kans op complicaties, meer kans op dat je ook minder goed herstelt. Dus daarom is het ook heel belangrijk om te stoppen. De grootste uitdaging om te stoppen met roken is om daadwerkelijk te beginnen. De eerste stap is vaak het moeilijkst. En daarmee gaan wij dus de patiënten helpen om die eerste stap te zetten. Nou, ik ben natuurlijk sportarts en als sportarts stimuleren wij het bewegen. En bewegen is ook effectief gebleken als je wilt stoppen met roken. Hoe meer je beweegt, hoe beter je kan stoppen.